En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe Jordi versus Rick. Ben jullie gast? Ja, Jordi natuurlijk met de enige echte Rickard. Rickert, hallo! Hallo Rick, gaat goed met Ja. jou? Je hebt een nieuwe skin, zie ik. Ja, klopt. Ik dacht, ik doe eens wat anders. Ja, nee, dat is Heerlijk. leuk, want normaal had je altijd het snorretje en nu heb je daar, ja, ik weet niet wat het is. Ik ben nu Is Serpentje, hè, natuurlijk. het, volgens Je mij heb jij verandert. nu een kwek. Hoe noem je dat ook weer? Een kwak? Ding? Een Kwak, nee, dommeltje. Donald, Sta nee. staart. Dat ding op een ding, dat ding waarmee je praat, hoe heet dat? Een Snavel! snavel. Snavel. Snavel! Ja, Ja, zeker weten, ja. precies. Ja, oké, helemaal tof. Deze keer gaan we weer verder met de Creative Challenge. En wij weten het natuurlijk al, maar we gaan het even aan jullie kijkers uitleggen. Wij gaan dit keer de mooiste en de beste en de meest geniaalste Adolf Hitler tekenen uit ons hoofd. Dus jij mag geen plaatjes opzoeken op het internet, Vincent. Nee, ik doe Dat is de niks. Ja, belangrijke regel. ik doe Gewoon echt niks. uit Gewoon. ons hoofd, compleet, zeg maar, Adolf Hitler. Oké. En we weten natuurlijk Oké. allemaal hoe Adolf Hitler eruit ziet. Hè? We weten allemaal wat hij heeft Ongeveer. gedaan. Ja, dat wel, dat wel. Dus we gaan de mooiste Adolf Hitler maken. En dan Is mogen goed. jullie stemmen met hashtag Team Jordi of hashtag Team Rick wie er gaat winnen. Hoe lang krijgen we de tijd voor, Vijf Jordi? minuten. 5 minuten? Vijf minuten. Zullen we vast naar Holy beneden shit. springen? Dan zeg ik wanneer we Ja. gaan beginnen. Is goed. Mag ik ook Oké. dingen verzamelen? Of mag dat ook nog niet? Ja, doe maar als je maar gewoon nog niet gaat bouwen. Dat is het Nee, idee. Nog niet gaan absoluut niet. bouwen. Nee. Oh, Oké. ik kan het 3, blokje niet krijgen. Shit. 2, 1, beginnen. Oh, shit. De mooiste Oh-oh. Adolf Hitler. Dit gaat De wat mooiste worden. Adolf Hitler. Hebben gasdouches in... Nee, dat zou raar zijn. Nee, dat zou met iets te ver gaan, denk ik. Ja, het moet realistisch, hè? Ja, ik begin natuurlijk met de onderkaak. Dat is heel belangrijk. Als je begint met tekenen, anders beginnen met de onderkaak. Weet je waarom? Sowieso. Ja, dan weet je het model een beetje, toch? Ja, nee, omdat er geen bovenkaak is. Oh. Ik wist het ook niet. Oh, Ik je weet ook niet waarom. Geef hier Oh. tekentips, Vincent. Ja, ik kan Ja, hem net. ik heb kunst met Jordi, weet je. Ik weet dat soort dingen. Ja, dat wel. Ja. Je bent gespecialiseerd Ja, natuurlijk. gespecialiseerd in de kunst. Ik ben Oh, een je is kunst- en echt pittig, kitschkenner. Jordi. Ja, Deze ja, opdracht. Oh my god. ja. Het Nou, is echt lastig. als het gewoon te erg wordt, dan zeggen we gewoon oké, dan breiden we het uit naar zoveel seconden, zeg maar, weet je? Ja. Dus dan breiden we het Oh, uit naar in gelukkig. plaats van 300 seconden, 600 seconden in plaats van 5 naar 10 minuten. Dat is wel echt erg hoor, al die ideeën. Ja, nou, Ik heb je moet ergens beginnen. En ik bedoel, dit het zal serieus nog nooit uiteindelijk. gemaakt. Ja, ik dus ook niet. Maar dit zal uiteindelijk zal gewoon een request zijn van een kijker. Dus we kunnen het beter nu doen dan later. Dat wel. Ja, die van mij ziet er. Je mag niet spieken, hè? Even stel, je mag niet spieken. Oké, ik dacht, ik zeg het even. Niet dat je om mij loopt te lachen. Nee. Zit ook een muur van 10 bij 10 bij. Ja, ik heb misschien een net iets te grote muur gemaakt. Iets. Hij had zwart haar, toch? Ik geloof het wel. Het Ja. had wel zo'n hakenkruis, zo'n jasje. Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren. Moet je ook zijn office erbij maken? Of? Nee, dat gaat niet passen, Nee, denk ik. je mag zelf bepalen wat je wil, hè? Dat is het idee. Je mag zelf bepalen wat je Is wil. goed, is goed. Oh, damn. Oh, ik hoop dat ik het afkrijg, joh. Als het maar Jee. wel de mooiste Adolf Hitler wordt. En sowieso, ja, dat gaan we wel vanuit natuurlijk. Ik heb wel iets te laag gebouwd, denk ik. Ik heb alleen zijn Ja, hoofd ik nu. dus ook. Oh, Daar zit ik shit, dus hè. ook bij. Dus Dus nu kan ik geen mooie stropdas aan hem maken. ja, Dat een vind ik wel beetje jammer. kloten. Was Is het het, goed, hè? dus nog 3 minuten. Dus je hebt of Oh, twee. damn. Nee, Gaan we drie er minuten. zin in, joh. Bijna de 2,5 heb je nog. Wat zou ik erbij doen, joh? Oh, jee. Ik ben benieuwd naar jouw creatie, joh. Ja, Ja, ik nou, weet dat ik niet ik mag ben ook kijken, benieuwd naar maar... jouw creatie, Zo. Vincent. Echt, Je hè? zou eens moeten weten. Ja, ik weet echt niet wat ik hiermee moet Nee. eigenlijk. Dit was echt stom om dit te kiezen. Ik kan hier echt helemaal geen ene Het zak is zo mee. lastig. Het is zo lastig. Oh, wat kan ik erbij verzinnen, joh? Ja, Jeetje. daar zit ik dus ook enorm mee nu, hè? Echt, hè? Oh, het is stressen, jongen. Ja, ik heb hem dus ook echt veel te laag gebouwd. Dat is dus Ja, het ik ook. punt. Ik kan niks meer. Haast. Ja, ik kan wel wat erbij bouwen nog. Decor of zo. Ik weet niet of decor Ja, nou, dat erbij doe maar mag. mee. Misschien telt het mee met je puntaantal. Ja, wie Kom, weet. probeer het maar. Oh jee. Dit is echt slecht, dit. Dit is echt... Wauw. Zelfs Rick kon beter. Ja, is het niks? Hey, er is echt 10 keer niks wat ik nu aan het doen ben. Ik denk ook een leuke tafel bij, denk ik. Dat hij daar aan Ja, de zit, weet je tafel. wel. Dat is misschien Wat ben mooi, je ja. allemaal Dat... aan het doen dan, jongen? Ja, dat. Wat ben je allemaal aan het doen dan?
Hij zit aan tafel, zit hij heerlijk te genieten. Van een grote kop koffie. Nou, ik weet niet wat jij aan het doen bent hoor. Ik doe mijn best. Hebben we nog even? Oh, ik heb even niet gelet. Oh, volgens mij hebben we nog... Nee, we hebben nog 1 minuut. Nog 1 minuut. Oh, serieus? Oké, dan moet ik heel veel kopje koffie tekenen. Oh, shit. Oh, mijn stressen. Race klikken. Ik denk dat ik klaar ben, maar ik weet het ook niet 100% zeker. Tik gewoon een leuk kopje erbij. Ik denk dat wel... dat de kijkers dat wel waarderen als die een kopje koffie drinkt. Ja, nou, oké. Ik zeg dat ik klaar ben. Oké, moet ik dan ook klaar zijn? Ja, ben jij klaar? Als je klaar bent, dan... Ja, ik ben wel klaar, denk ik, ja. Ja, denk je dat je klaar bent? Ja, okay. Ja, zullen we beginnen bij jou? Of zullen we beginnen bij mij? Zeg het maar. Bij jou, ja, bij jou. Oké, kom maar even heen vliegen. Ik maak een gat hier. Want het ja, is doe maar. Oh, wacht, dat kan je niet. Wacht even. Ik kom erin. Ik heb hier een gat gemaakt. Ik kom er, oh. Ja, zo. Nou, dit is mijn creatie. Waar ben je? Oh, daar ben je. Hi. Ja, oké. Nou, dit is kennelijk mijn creatie. Toevallig heb je ook zo'n hark. Oh, jij hebt ook een hark? Ik heb ook een hark. Ja. Nou, wat vind je ervan? Heel eerlijk. Hoeveel zou je het geven? Ik denk dat ik hem te vrolijk vind. Ja, dat... Nou, ja. Nou maar misschien word je dat ook, zeg maar. Als je al die dingen doet die hij heeft... Oké, ik ben echt benieuwd wat jij nu vindt. Ik vind het zo... Moet ik een cijfer geven? Ja, geef maar een cijfer. Doe maar. Ja, sowieso 7,5. 7,5. Ja, nou, vind ik een mooi cijfer. Vind ik een mooi cijfer. Oké, laten we doorgaan. Natuurlijk, als jullie op mij willen stemmen... Hashtag Team Jordi. Oh jee. Gaan we nu naar Vincent/Rick's creatie. Ja. Ik moet eerlijk zijn, dat ik die van jou toch leuker vind. Ja? Ja. Oh, sorry, deze moet nog iets hoger. Alleen hij heeft wel een beetje een emo-kapsel. Kijk, ja, het is alsof hij zijn haar alleen maar naar één kant heeft gegooid, weet je? Alsof hij zo... Net zo dit zo. Ik dacht, ik doe er hier wat jodenkoekjes op het boekenkast hier. Dat is beter, denk ik zo. Ja, oh ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, anders was het net zo'n, hoe heet die, DJ? Ja, zo met zijn kaal hier zo. Ik weet niet wat het is. Skrillex. Ja. Skrillex, ja. Dat is geen DJ, toch? Ja, dubstep DJ, toch? Volgens mij zitten we beide helemaal verkeerd, hoor. Skrillex? Is dat een DJ? Dat is een DJ, ja, 100%. Ja. Dubstep. Maar dat is toch geen direct een DJ als je dubstep maakt? Ik weet niet. Ze noemen hem niet DJ Skrillex, maar hij treedt wel op met een plaat en zo. Ja, maar dan is het toch een plaat. Dan is het toch iemand die plaat heeft gemaakt. Die noemt het geen zanger, maar dan noem je het een artiest. Een DJ. Dat is een artiest. Het is een DJ. Het is geen DJ. Volgens mij is het een artiest gewoon. Ik weet niet. Ik ga het zo eens opzoeken. Ja, laten we dat even opzoeken. Waarschijnlijk al wijs van mensen helemaal boos. Wat vind je van het mooie bandje? Dit moet het soort van... dat bandje. Ja, die ben ik vergeten. En dit zijn de koekjes. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik vind hem nog net wel iets te roze. Ja. Maar ik vind hem van jou wel beter dan die van mij. Aangezien jij mij een 7,5 hebt gegeven, geef ik jou een 8. Oh, ja, ik was niet tevreden. Ik kon eigenlijk, ik wou, als je zegt, give Davin stijl 100, dan krijg je dat mushroom kleur. Ja. Dat is iets meer klopt. Realistisch, maar die kon ik niet krijgen. Ik deed die in het begin proberen. Maar dan moet je stained clay gebruiken. Dat is nu beter dan mushroom, maar dat ben ik zelf ook helemaal vergeten dat je die hebt. Stained clay. Ja, dit witte, ja. Ja, die dus. Ja, dat is dat ben ik zelf ook helemaal vergeten dat dat erin zat. Oh, stom, maar ja, hij heeft wel lekker verbrand nu een beetje. Ja, hij ziet er wel mooi uit. Oké, nou, geëerde kijkers, bedankt voor het kijken. Dan ronden we deze video af. En dan zien we volgende week wel wie er dan heeft gewonnen bij deze ronde. En dan komen we natuurlijk altijd een week later achter. Lijkt het een poedel. Oké, ja, nu lijkt het serieus echt een hond. Ja. Het was toch ook een hond, eigenlijk? Ja, nou, eigenlijk wel. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Jordi versus Rick. En ik heb een metamorfose, ik weet het. Maar stem anders Team Vincent of Team Jordi onder in de comments. Laat weten welke je het leukst vond. En zien we je volgende keer terug bij een nieuwe Jordi versus Rick. In ieder geval, tot dan en houdoe. Doei!